Asisembe do wa sana. Ale koloko. Asisembe do wa di foto. Ale koloko. Asisembe do wa sana e. Ale koloko. Asisembe do wa di mundo. Ale koloko. Asimuja do wa di seti. Ale koloko. Asibumi do wa di konde. Ale koloko. Kedi mwezi koloko. Ale koloko. Mainenga waka koloko. Ale koloko. Ine wobi do wa mundo no. Ale koloko. Sombo wobi do wa konde ye. Ale koloko. I will be to a conda no, Ada Coloco. Eston will be to a conda ye, Ada Coloco. Get him with the Coloco, Ada Coloco. My name is Waka Coloco, Ada Coloco. I love to do a Puyaba, Ada Coloco. Yakala would do a Dizzy, Ada Coloco. Get him with the Coloco, Ada Coloco. I will be to a conda ye, Ada Coloco. Iga would do a Dizzy, Ada Coloco. Bij onze oriëntatie met de grammar hebben we gesprekken gevoerd van wat er allemaal gedaan moet worden om die ondersteuning te willen geven. Een van de zaken die naar voren is gekomen met bij de grammar is dat zij van ons die agrarische boost verwachten met die verstande dat
er economische activiteiten met betrekking tot de agrarische sector in het binnenland op gang komt. We hebben gesproken welke modellen wij zij willen hebben. En zij hebben aangegeven dat ze gelet op de afstanden, want we praten daar over 52 dorpen in het Boven Suriname gebied, dat hij gewassen wil telen die de economie, voor wat betreft de agrarische producten, de agrarische sector, op gang te laten komen. We zijn daar geweest, ons gaan oriënteren en we zijn samen met de Gramman tot de conclusie gekomen dat wij daadwerkelijk moeten beginnen. Een van de dingen die daar een belangrijke rol heeft gespeeld is dat de kokos aanplant. Hij heeft nadrukkelijk gezegd dat hij graag de dorpen, 52 dorpen, dat hij graag die willen voorzien van kokosnootbomen. Vanwege het feit dat met die kokosnoten ze allerlei producten kunnen maken, waaronder kokosolie. Daarnaast is ook gesproken over citrus. Want u begrijpt dat citrus nodig is voor de vitamines, vitamine C, die al daar nodig is. En we hebben gezegd van we gaan dat ook voor u doen. Maar om alle 52 dorpen direct te voorzien van een aantal, dat gaat ons op dit moment niet lukken. We hebben gezegd, wij gaan al het mogelijke doen om dat wat u vraagt zo snel als mogelijk binnen korte termijn te gaan uitvoeren. Maar aan de hand van het aantal materialen dat we hebben. We hebben ook met de Gramman besproken dat, gelet op het aantal dorpen die er zijn, dat meegenomen wordt dat elk dorp beplant zal worden met citrus als kokosnoot. Daarnaast hebben we ook meegegeven aan de Gramman dat voor wat betreft de napiteel belangrijk is, omdat wij afspraken hebben, de minister afspraken heeft met de exporteur, en dat de exporteur toegezegd heeft dat hij alle napi-producten vanuit het Boven Suriname gebied gaat afnemen. Dit vanwege het feit dat er een exportmarkt is voor napi. Dus de afname is gegarandeerd. Daarover heb ik ook met de Gramman gesproken, maar gelet op de hoeveelheden die geplant moeten worden, blijkt nu dat plantmateriaal nog niet voldoende beschikbaar is. Wij hebben vanuit het ministerie contacten gelegd om te kijken van waar wij plantmateriaal van NAPI kunnen vinden, zodat wij zeer binnenkort kunnen beginnen met de NAPI-teel. Omdat NAPI een product is dat bij kans een jaar duurt voordat het afgeoogst kan worden. Ik heb ook de Gramman uitgelegd wanneer wij op kleine schaal gaan planten of gaan telen, dat het niet rendabel is. Zij moeten nu gaan denken, in grote hoeveelheden willen ze de inkomsten gaan zien vanwege het feit dat het transport dat met de boot gaat geschieden, kosten met zich mee zal brengen. Dus de prijs wat je gaat betalen voor transport voor 10 kilo napi is evenveel dan wanneer je een hele boot gaat vullen met napi. Omdat je dezelfde prijs gaat moeten betalen om een boot te charteren vanuit het Boven Suriname gebied naar het eindpunt Atjoni.
Dus daar hebben we ook gebrainstormd. En de toestemmingen zijn gedaan. En de Gramang is daarmee akkoord. Het andere punt is dat de Gramang gevraagd heeft dat de mensen van het boven Suriname gebied getraind willen worden. We hebben gelijk een aanpak gedaan, gelijk actie ondernomen, laat ik het zo zeggen, omdat wij bepaalde zaken zagen, bepaalde planten zagen in het dorp Asidopo. En tegelijkertijd hebben we de Gramang getraind in feite van hoe een citrusplant tot stand komt. Want vele mensen weten niet, men denkt je zaait en het groeit en je kan planten. Nee, het heeft zijn fases waarbij vanuit het zaaien totdat je een volledige citrusplant krijgt, ga je een aantal fases doorheen moeten. Zo hebben we de Gramang getraind met een paar mensen vandaar, van hoe dat tot stand komt. En hij begon te lachen. Hij zei van, gaat het zo makkelijk? Ik zeg, het is heel makkelijk. Maar als wij u niet trainen, als wij uw mensen niet trainen, gaat u dat ook niet begrijpen. Dus nu ziet u dat wij, dat een plant binnen 5 minuten een citrusplant geoculeerd kan worden. En dat u na 2,5 jaar tot 3 jaar, wat u geoculeerd heeft, ja, de vruchten van kan afoosten. Zo ook identito met mango. Maar ja, we hebben ook getraind hoe wij een manjaplant maken. En gelet op de aantal mango-bomen, manjabomen die daar aanwezig zijn, hebben we hem gezegd, er moeten andere variëteiten, zoals de Golet, zoals de Aromanis, daar geteeld worden vanwege het feit dat de vraag naar die types manja groot is. Het andere deel wat ze gevraagd hebben is de mensen te trainen hoe ze vruchten moeten gaan verwerken. Tot sappen, confeten, zodat alles wat daar groeit, ze die kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het confeten daarvan. Ja, gestoofde manja, sappen, ja. Ja, juist toch. Dus wanneer de productie al op gang begint te komen, dan kunnen ze, hebben ze die training ook al gevolgd van hoe ze in feite van het product, van citrus bijvoorbeeld, noem maar wat, een eindproduct kan maken. Ja toch? Dat sappen niet vanuit Paramaribo naar het boven Suriname gebied gebracht kan worden, of gebracht moet worden, maar vanuit het boven Suriname gebied, wanneer de productie zover is, ja toch? Vanuit het boven Suriname gebied naar Paramaribo gebracht kan worden. Dus dat zijn de zaken die we allemaal besproken hebben. Wat ook ter sprake is gekomen, is de verbinding van de dorpen. De dorpen liggen daar bijkans naast elkaar. En gelet op de afstand van de kostgronden, heeft de Grama gevraagd aan ons om een weg achter de dorpen toe, zodat die in verbinding zijn, te maken met die verstande dat de transport veel makkelijker is, zal zijn van de producten die ze gaan afoosten. 2, transport van de mensen naar hun kostronden toe makkelijker zal zijn, zodat ze weinig energie hoeven te gebruiken bij om naar de kostgronden te gaan, als mede vanuit de kostgronden naar huis te gaan. Dat kan geschieden middels een ATV, een pick-up, bromfiets. Dus die transportmiddelen zullen dan nodig zijn, zodat het makkelijker is of zal zijn voor de binnenlandbewoners om naar hun kostgronden toe te gaan. Ik heb hem ook gezegd
dat zullen wij dan samen met openbare werken en regionale ontwikkeling gaan praten over dat deel. Het ministerie van LWV is belast met het agrarisch deel. Wij moeten ervoor zorgen dat economisch de activiteiten daar plaats moeten gaan vinden, zodat zij kunnen voorzien van hun eigen producten, zodat ze daarvan kunnen leven. We hebben ook gemerkt dat ze hooglandrijs doen, waardoor dat voor eigen gebruik, voor eigen consumptie, dat telen. Maar daarnaast moet het ook zo zijn dat dat niet alleen moet gelden voor eigen gebruik, maar voor economisch gewin. Zodat er ontwikkeling is, zodat de mensen van daaruit niet hoeven weg te trekken naar de stad toe. Dat de mensen daar blijven en daar produceren, zodat ze daar vandaar een living kunnen hebben.